Hallo lieve mensen. Oh, ik heb zo'n kriebel aan mijn neus. Het is echt niet normaal. Sorry voor mijn kikkerstem. Ik heb last van mijn keel, maar niet opletten. Oké, ik heb een shoplog van de Primark. Shoplogje. Ik ga hier eigenlijk heen omdat ik nieuwe spijkerbroeken nodig had. Want mijn spijkerbroek die ik. Ik heb daar 3 spijkerbroeken weggehaald toen. Nog niet zo heel lang terug. En 2 die zitten mij gewoon veel te strak. En eentje die heb ik eigenlijk gedragen tot die helemaal kapot was. Dus ik heb maar even nieuwe broeken. Of tenminste, ik ging om broeken te kopen. Maar ja. Oh. Ik koop natuurlijk altijd weer wat leuks erbij. Omdat. Wij zijn meisjes en wij mogen dat. Goed, wat heb ik allemaal gekocht? Ik heb dit shirtje gekocht. Even zien hoor. Het is gewoon eigenlijk een heel simpel, zwierig tanktop. Alleen deze is doorzichtig. En dat kan ik zo laten zien. Hallo! Deze is dus doorzichtig. En hierachter heeft het zo'n leuk. Een beetje, ja. Ik noem het altijd gordijnachtig. Zo. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. En deze was maar 4 euro. En ik hou van de prijsjes van de Primark, want het is toch lekker goedkoop. Dus deze. Dan heb ik van mijn moeder heb ik dit. Ja, wat is het? Een soort van half blouseje, half shirtje ding gekregen. Deze. Even kijken hoor. Even goed vastpakken. Deze. En deze is ook weer wat langer aan de achterkant dan aan de voorkant. En het heeft van die. Hoe heet het? Geen pofmouwtjes, maar ja. Je snapt het wel, je ziet het. Het heeft een leuk kraagje en het heeft zo'n hangding wat je zelf. Wat losser of vaster kan maken. Of strakker, natuurlijk. En deze ook weer doorzichtig. Even omdraaien. Tadaa. En ik vond deze heel leuk. En het is ook een keer wat anders. Ik heb eigenlijk helemaal niks van zulk ding. Zo'n ding. En eigenlijk is het wel heel gewaagd. En ik moet zeggen dat. Ik vind het altijd heel stoer als ik dan van die meiden zie lopen die zoiets dragen met alleen een BH eronder. En dan denk ik van jij hebt echt lef. En bij mij gaat er gewoon een hemdje onder, want ik hoef dat niet. En deze was 7 euro. Zie je het? Ja. En dus heel fijn ook weer dit zo'n goedkoop prijsje. Dan heb ik van mijn moeder sok gehad. Ja, dit is. Ik heb. De helft heb ik zelf gekocht, of tenminste, ja, veel heb ik zelf gekocht. En merendeels, laat het zo zeggen. En andere dingen heb ik van mijn moeder gehad. Dit is gewoon, ik hou van basic zwarte sokken, want die zie je dan niet als ik van die bootschoentjes aan heb. En deze waren maar 3 euro. Ja, maar andere kant, heel goed. Voor 7 paar. Dan, misschien herkennen jullie dit vestje al. Deze. Zo. Met lange mouw en van die zakjes. En dat klopt, want ik heb deze al. Maar mijn lieve schoonmama. Die. Ik heb zo'n kriebel aan mijn neus. Die vindt hem zo leuk dat ze hem elke keer maar weer aan had. En eigenlijk zei ze toen ook van. Weet je, als je er weer bent. En, weer bent. Wow. Weer bent. En je ziet ze hangen. Neem er dan een voor me mee. Dus ik zag hem hangen en ik heb hem ervoor meegenomen. Want die van mij heeft ze namelijk zo vaak gedragen dat hier zo. Onder het mouwtje, zeg maar. Ik moet even mijn camera weer zo instellen dat ik er ook gewoon in kom. Oké. Hieronder kwam dus zo'n luchtgaatje, zeg maar. Dus ja. Deze was 12 euro, dacht ik. Ja, deze was 12 euro. Hij staat er niet op, maar hij was 12 euro. Ik moet trouwens zeggen dat al mijn shirtjes,
ik blijf echt niet in de kamer staan. Al mijn shirtjes zijn maatje 40. Want ja, hè? Als ik kleine neem, dan, dan gaat die passen. Oké, dan. Ik vond dat die shirtjes zo leuk dat ik er gewoon nog één heb meegenomen dan in het wit. Dus ook weer. En ik vind, ik heb er net eentje aangehad en hij valt heel mooi. Want hij valt, de achterkant valt zeg maar net over je bil. Dus dan heb je niet zo'n woe bil. deze was dan ook gewoon 4 euro. Dan heb ik hetzelfde vestje, zie ik nu. Als die ik voor mijn schoonmoeder gehad. Heb ik van mijn moeder gehad, maar dan in het donkergrijs. En dat vind ik eigenlijk ook wel een keer mooi. Gewoon donkergrijs. En ik hou van zulke vesten, want... Ja, ik heb nu bijvoorbeeld een blouseje aan, maar ik vind het altijd wel om er even iets over aan te hebben. En deze was een tientje. Ik snap niet waarom deze goedkoper was dan die voor mijn schoonmoeder. Maar ja. En dan alweer bij de laatste item. En ik laat het gewoon even eentje zien. Dit is de broek. Gewoon heel simpel. Lang. En deze had ik in het licht. Ja, in het licht blauw. Maar die hadden ze niet meer in mijn maat. Want ook hier heb ik maatje 40. En ik vind ze fijn, want dit is super skinny. Maar ze zijn zo lekker elastisch. Dus ze rekken lekker mee. En deze waren 15 euro stuk, dacht ik. Ja, deze waren 15 euro stuk. Toen ik ze voor het laatst eentje meenam, toen waren ze een aanbieding, 9 euro. Dus dat is een beetje jammer. Maar hey, maakt niet uit. Daar heb ik dus 2 van. En dat was het eigenlijk alweer. Een hele mini shoplogje. Maar ik had eigenlijk, ik ging alleen voor de broeken. En ik ben uiteindelijk ook nog teruggekomen met dit. Dus ja. Want dat doe ik altijd. Diep hooi. En... oh, jongens, help. Oh, ik heb zo kriebel. Ik heb eens wat gegeten waar ik al echt voor ben of zo. En, ja, dat was hem. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg!